Ben je ook altijd aan het stoeien met die halfbakken natuurkundemethodes? Met allerlei onnodige toeters en bellen die het moeilijk maakt voor leerlingen om hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden? Nou, wat als ik jou vertel dat er één methode bestaat die duidelijk en to the point is, zodat leerlingen direct zien wat ze nodig hebben en docenten zich niet een extra slag in de rondte te hoeven werken om alleen al te compenseren voor de tekortkomingen van zo'n methode? Maar bestaat zo'n methode eigenlijk wel? Nou, dit kan ik gemakkelijk voor je bewijzen door mijn boeken samen met jou even door te bladeren. Je kan trouwens volledige inhoud van deze boeken ook vinden op wetenschapsschool.nl. Daar kan je zonder inlogcodes of zoiets dergelijks gewoon meteen de complete inhoud zien. Nou, ik zal je laten zien wat ik bedoel. Dit is bijvoorbeeld het vierde klasboek. Zoals je ziet, zie je dat alle begrippen en formules eigenlijk direct eruit springen. De afbeeldingen zijn super duidelijk, dat zie je direct en die ondersteunen heel goed die begrippen. Nou, docenten zeggen me geregeld dat in dit boek precies op papier staat hoe ze zelf graag lesgeven in hun klassen. Ook zien we stencils waarmee leerlingen kunnen oefenen en oefenen en oefenen om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Nou, daarnaast kan je op de website nog vele korte filmpjes vinden waarin ik zo goed als alle theorie bespreek, inclusief uitgewerkte voorbeelden die ik stap voor stap bespreek. Mijn leerlingen geven aan dat ze het heel prettig vinden om die filmpjes bijvoorbeeld nog een keer te bekijken de dag voordat de toets begint of als ze misschien een paar lessen hebben gemist. Nou, de kans is groot dat deze methode al jouw boxjes aanvinkt van waar een goede natuurkundemethode aan moet voldoen. Nou, dan nu even een kort woordje over hoe dit allemaal is ontstaan. Toen ik net begon met lesgeven was ik enorm aan het worstelen met de beschikbare methodes. Geregeld gebeurde het dat ik paragraaf na paragraaf wilde schrappen omdat ik het onduidelijk vond of chaotisch, of omdat leerlingen amper uitgedaagd werden, of omdat er onzinnige of lullige voorbeelden in de tekst stonden, of omdat allerlei onnodige zijwegen bewandeld werden. Nou, soms frustreerde me dit dusdanig dat ik die boeken gewoon hup in de hoek van de kamer smeet. Nou, op een gegeven moment besloot ik de meest schrijnende hoofdstukken daarvoor een eigen versie te gaan schrijven. Nou, en leerlingen reageerden er zo positief op dat ik elk jaar meer hoofdstukken begon te ontwikkelen. Uiteindelijk zijn hier die boekjes uit ontstaan. Nou, doordat ik het materiaal telkens direct in de klas kon testen, heb ik ook elk jaar updates kunnen uitvoeren om het materiaal nog handiger en nog duidelijker te kunnen maken, omdat ik natuurlijk direct zag waar leerlingen vastliepen en waar ik zelf vastliep. Ook heb ik elk jaar gezorgd dat de meest recente examens, dat het materiaal daarvan, de kennis daarvan, ook verwerkt is in deze boekjes, zodat die boekjes altijd volledig up-to-date zijn. Nou, inmiddels zijn er al duizenden van deze boekjes in de omloop. Nou, als je nu nog steeds aan het luisteren bent, dan neem ik aan dat je mijn frustraties over deze methodes deelt en dat je dus op zoek bent naar iets beters. Nou, de meest overtuigende manier waarom ik kan laten zien aan jou dat mijn methode de juiste is, is door het je gewoon te laten testen in je eigen klas. En dat kan volledig gratis. Op de onderstaande link kan je alle pdf's van al deze boekjes van al die verschillende jaarlagen downloaden. Je staat vrij om hier een paar hoofdstukken van uit te printen naar eigen keuze en deze in je eigen klasse te gaan gebruiken. Daarnaast kan je op deze pagina ook een beoordelingsexemplaar aanvragen. Dan krijg je gewoon zo'n stapeltje boeken opgestuurd, want sommige mensen vinden het prettig om dat gewoon de fysieke boeken in hand te hebben. Ook kan je op die link informatie vinden over de kosten als je het materiaal uiteindelijk echt wil gebruiken. Dus, als je ook een methode wil die al je boxjes aanvinkt, duidelijk, overzichtelijk, to the point, goede afbeeldingen, stencils voor het oefenen van die basisvaardigheden, goede aansluiting op het examen, filmpjes met theorie en stap voor stap uitgewerkte opdrachten, wil je dat allemaal in je les? Klik dan op de onderstaande link en probeer het materiaal compleet gratis. Ik ben Steven van Wetenschapsschool. Zie je snel.